Brandt er een rooilaampje? Jo. Ja. Dan zijn we er. Het komt erin. Het rode lampje brandde. Toen nog steeds ziek. Toen nog steeds ziek. Nog steeds beterschap. Hoesten en doen. Hoesten, proesten en... Het schijnt dat het iets beter gaat, maar... Ja. Dus. Nog niet goed genoeg voor... Nog niet helemaal om 100% inzetbaar, maar... Toontje, wederom... Beterschap. Het begint nog wel ja. We vallen in herhaling, De Alverman is gered. Alverman op het laatste moment gered van de ondergang. Nou, op het laatste moment, gewoon de 40 minuten, done deal. Ja, oké, maar het water stond wel aan de lippen. Ja, dat zijn van die dooddoeners. Ja, er is een oplossing en laten we het zo zeggen... zoals het er nu uitziet, blijft de Alverman voorlopig behouden voor Affelen. Ja, prima toch? Nee, maar daar niks op tegen. Nee. Maar hoezo voorlopig? Ik bedoel, er zijn een hoop mensen opgestaan, maar die moeten nu aan de gang. En nu moet het gaan rollen. En dus in de theorie staat het... 50% kans dat het lukt. En 50% kans dat het in de praktijk ook gaat lukken. We wensen in ieder geval heel veel succes. Af van de succes. Ja, dat is nou het fijne dat Toon er niet is. Want die had dat niet over zijn lippen gekregen. Die had dat nooit gezegd. Die had dat nooit gezegd. Hey Fred. De staatsloterij. De postcode loterij. Nee, ik bergen tot twee keer toe weten te vinden. Ja, één keer net voor Sinterklaas. Ja, en één keer net na de Sinterklaas. Ja. Heeft Dirk een camper gewonnen van Nicolette, die toen ook in Albergen was. Nicolette van Dam, ja. En Gaston, goedemorgen, die is bij de bejaarden geweest. Ja, en ik had er gezien, dat postcode nummer, weet je wel. Maar nu vroeg ik me af, de postcode, is dat dan alleen van Maasduinenstaten of ook dat de hele Vlaamse Hof die erbij zit? Nee, volgens mij alleen Maasduinenstaten. Volgens mij hebben die een eigen postcode. Is dat de eigen AB of zo? Oké, dat loopt wist het dan ik dus door niet. Met AC. Maar ja. Hebben ze een beetje ruzie onder elkaar nou? Of ja, dat weet ik niet. Met nijd en afgunst. Ik weet het niet. Er hebben er 10 gewonnen. 10 hebben 25.000 euro gewonnen. Ja, dus... Maar er zitten er meer als 10. Dan zitten er veel meer als 10. Hé, maar wel even alle prijswinnaars... Even feliciteren, proficiat. Proficiat. Doe er iets leuks met. Ja, huh? Maak het vooral op. En snel. Er waren wel een paar zoere gezichten, geloof ik dan. Hoezo? Nou, dat zien mensen die zeg maar recentelijk verhuisd zien naar Maasduinenstaten. Ja. Maar nog meedoen op het oude adres waar ze eigenlijk vanaf komen. Oh zo, en nog niet ingeschreven. Dat niet omgezet hebben. Oh, dus die dochter van Gaston komt binnen, hyper de piep hoera. Dat was een heel kort hoera momentje. Heel kort hoera momentje en een groot dampertje. Hé, jij als ervaringsdeskundige. Ga jij daar naartoe? Naar, ervaringsdeskundige op welk gebied? Maar ga jij naar die uitvoering van Wim van der Koelen? Waar ging dat? Alderweren. Gaat het over Alderweren? Alderweren. Ja, Alderweren. Ja. Ja, dat... Ja, dus ik dacht dat... Maar dat is meer iets vertoond, toch, of niet? En trouwens, geef je het ook een jortje alder geworden van de week. Hyper de piep. Hyper hoera, proficiat. Een appeldingetje. Hyper de piep. Hoera, proficiat. Hey, ja. Maar Alderweren, ja, ik weet het niet. Dat zijn de beslommeringen van Wim van der Koelen. Dat doet hij alleen, of niet? Nee, met een band erbij en zangeressen. En, nee, dat is wel een... Het is een one-man show met meer mensen. Een one-man show met meer mensen. Ja. Ja. Micro-wonen. Oh, kleine huisjes. Ja, tiny houses is het al genoemd. Micro-wonen. Nee, hele bergen zijn gewoon kleine huisjes. Kleine huisjes. Is dat niet gewoon een nieuw kamp wat ze willen maken? Nee, geen kamp. Want dat is een huisje. Ja. Dat komt gewoon in een hof, in de tuin te staan. Bij de oude lui, bij de elders. Mm. Die hebben er ruimte voor. Kinderen willen eigenlijk het huis uit. Die willen iets voor zichzelf. Whatever. En dan is dit een soort tussenoplossing. Wat ze vroeger deden met die boerderijen, tot ze een stuk aanbouwden. Ja. Tot vader moet naar achter gingen. Ja, of voor een deel. Vader moet een deel naar boven. En dan, dus, als ze dan slim zijn, dan bouwen ze zo'n klein huisje achter een tuin. Stoppen vader moet erin en heeft de jeugd
kan ook. Ja, maar dat gebeurt dus al. Dat mag, hè, voor mantelzorg. Dus voor de ouders, voor de, de ouderen, door in zijn huisje. Krijg je nou subsidie ook nog, een mantelzorg? Nou, Jan Buske Bloemen, of niet? Fijn, mantelzorg compliment. Chris Blumke. Ja, maar je doet het uit een goed hart. Uit een goed hart. Want dat Blumke komt ook uit een goed hart. Precies. Maar over Blumke gesproken, kunt nog heel gauw nog aan mensen die, waarvan je denkt, nou, die verdienen wel een bloemetje rond de feestdagen. Die zijn ja, misschien alleen, eenzaam. Knip even de bon uit. Staat ook op maasduinencentraal.nl. Of even in de laatste krant even uitknippen en inleveren. En over bonnetjes, nog een keer bonnetjes. Zullen we het bonnetje trekken? Ja, kom maar. Umkiepen? Nee, gek. Moet er ook opruimen. Gewoon eruit. Ik haal er een nu. Als Fred geen bril op heeft. Ik zie toch ziet hij toch niks. Dus. Het gaat over de week. Drie bonnetjes, hè? Drie weekwinnaars. Alle drie voor €50 waardebonnen om hier op Mozaïek te spenderen. De eerste is Ferry. Ferry met een 06-nummer. We gaan je bellen. Heeft iets gekocht bij Cornelissen. Ferry, gefeliciteerd. De tweede winnaar is Wendy. Oh, dat is leuk. Wendy en Ferry. Is dat een stijl? Dat weet ik niet. Ook bij Cornelissen gekocht. Oh, wow. Gefeliciteerd. En de derde winnaar is... een Hema-bunneke. Mensen... Als je niks opschrijft, kunnen we je niet bellen. Precies, staat er echt niks op. Nee. Nou, de derde winnaar is... Deze. Een bunneke van de Hema. En die is van Moren met 06. Gefeliciteerd, jullie worden gecontact. Jullie krijgen allemaal €50 aan waardebonnen. Goeiedag dan. Wat denk jij? Wie gaat het worden? En wel. Ja? Heb je enig idee? Ik zou het niet durven zeggen, eigenlijk. Oh. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel bekend met het Welsen allemaal. Hè? Met de Majorts. De Majorts, ja. Er wordt gefluisterd dat het weer iemand, zeg maar, middelbare leeftijd ouder. Want ze hebben natuurlijk een hele jongen gehad nu. Mm-hmm. Dus... Oké. Okay. Nou, we gaan het zien, zaterdag is het zover, hè? Ja, nog iets? Dat weet ik niet, ik heb niet... Voetballen? Ja, maar dat wordt toch iedere keer afgelast. Dat wordt elke keer afgelast. Daar word je zo flauw van. Ja, dat schiet ook niet op. Man. Maar dat is toch wel een beetje de tit van het jaar. Vorige week, dat wil ik toch nog even zeggen. Zeker, wat kan. Toen stond de hele selectie klaar. Zowel Milsbeek, Agathis als Maasduinen. En Mazaan Maasduinen. Aangekleed, stonden op punt om het veld op te lopen. Keurt op dat moment scheidsrechter het veld af. Terwijl het al verhuisd was van Bergen naar Sibigold. Tot daar hebben ze betere velden. Ja. Ja, echt. Waardeloos. Ja, van de scheidsrechter. Ja, van die scheidsrechter. Ik wou zeggen, want ik bedoel, Ottersen en wilde spelen en de gemeente... Niemand snapte het, want 10 minuten van tevoren was van het tweede veld... Was er nog gewoon gevoetbald. Was er gewoon nog gevoetbald. Jongen, dat echt. Als die scheidsrechter geen zin in heeft, moeten ze thuis blijven. Precies. Wees jij er ook niet uit? Verder nog wel. We hebben nog, godverdomme, nog hoogtepunten moeten nog komen, gek. Als je een rondje Rijnsmeer gaat doen. Ja, rondje lit eruit. Ja, ponden ziet te varen. Ja, dan hebben we een heel lang rondje. Ja, het is... Het veer is gestremd. Het veer is gestremd. En het heeft niks met hoogwater helemaal niks. Nee, gewoon met lekkages volgens mij. Want we had weer onderhoud nodig. Ja. Dus, groot onderhoud, dus. Maar dat waren ze zo mee klaar. Ik liep met een bijklaar dan. Oh, dus misschien is dat alweer oud nieuws. Ja, maar goed, voor hetzelfde geld is Rijnders meer bevroren, dan kan de... Heb je het trouwens gezien? Een boom? Ja, een flinke, een Welsenboom. Welsenboom. Een boom met eigen... Uit de eigen achtertuin. Ja. Ja, dat is ook niet... Ik bedoel, we zijn de gemeente met misschien wel het meeste natuurgebied van Nederland. Ja. En dan zouden we niet één boom kunnen vinden. Hou het pin erin. Dus dat waren de hoogtepunten. De boom. Naar de boom en het trekpoint. En het trekpoint. Een trekpuntje. Een trokpuntje. Het trekpuntje. Een pektrontje. Pektrontje. Ja. Even, hou de pin erin. Als jullie het filmpje leuk hebben gevonden. Even een duimpje. Onder. Delen en reageren. Fijn weekend. Hoi.
Hij komt terug. Ja, dat heb ik ook begrepen, ja. Dus de eerste keer was vlak voor de corona nog, hè? Ja. Hadden we nog een nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Door corona is dat eigenlijk een beetje verwaterd. Ja. En nu komt hij weer. In Wellerlooi, in de Luxe. In Luxe, in de Looi. Nieuwjaarsreceptie. Van de gemeente. En dat is Manon haar laatste nieuwjaarsreceptie. Laatste keer de ketting. Ja. En ik weet niet, nee, want ze heeft natuurlijk nog een uitloop tot en met maart. Maar Manon die was natuurlijk, voor haar hoefde die nieuwjaarsreceptie destijds al niet zo. Hebben ze extra gedaan? Dus ik denk dat ze dat hebben gedaan. Afscheidscadeautje. Ja. Nou,